Het begon met een cry-out van mij op LinkedIn. Wie wil er helpen? Ik zit in de eventbranche. Mijn werk is weggevallen en tegelijkertijd denk ik dat nu het moment is om verbinding en raken juist kracht te geven. Wie doet er mee om dat vorm te gaan geven? Ja, natuurlijk doe ik mee als Niels dat vraagt. Ja, ik doe mee. Ik doe mee. Een hele grote ja. Ja, natuurlijk doe ik mee. Ja, natuurlijk doe ik mee. Ja, 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 ja. Jazeker doe ik mee. Niet echt sprake van een opdrachtgever. Feitelijk waren we onze eigen opdrachtgever. De vraag, valt er nog iets te raken als we elkaar niet meer ontmoeten? Die vraag, dat was onze opdrachtgever. Geen bedrijfsvorm, geen budget, geen afspraken, geen statuten. Maar echt de behoefte om te onderzoeken. Kan het nog? Kunnen wij ons mooie vak uitoefenen? We zijn geen bureau. We hebben geen helder doel. En we hebben zeker geen winstoogmerk. We hebben geen commerciële doelstellingen gehad. Die hebben we nog steeds niet, ook niet na afloop. Project Touchscreen is een poging om elkaar nog steeds te raken. Maar met een scherm ertussen. Touchscreen, raken door een scherm heen. En dat doen we met artiesten. En met een publiek wat live inlogt op zo'n scherm, waardoor je echt met elkaar kan praten en elkaar kan raken. Op het moment van Project Touchscreen was er vooral verslagenheid over alles wat niet meer kon. Wij zagen kans om te kijken met een bril van wat er wel mogelijk was. Met een bril van wat kan er gebeuren als we iedereen nog samenbrengen? Is die energie er nog? En wat gebeurt er dan? Kan dat? Ja. Dat kan. Met het verdriet en de pijn wat er nu ook is, hebben we straks het vermogen nodig om elkaar op te vangen en elkaar te dragen. Maar je kan iemand alleen maar opvangen of dragen als je verbinding met hem hebt. Dus het is onwijs wezenlijk om die verbinding nu te creëren vanuit een liefdevolle intentie. Het was zo bijzonder na de oproep om te kijken of we elkaar nog konden raken. Konden we al niet meer samenkomen? De eerste lockdown was een feit. Dus de eerste keer dat de groep mensen die ruimte om te raken is geworden, dat was online, dat was in een Zoom call. Ergens ging het zo vanzelfsprekend en was het zo logisch dat het op die manier ging. En tegelijkertijd was het ook zo nieuw en anders. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom het uiteindelijk gewerkt heeft. Omdat er geen moment is geweest dat iemand iets wilde doen wat al eerder gedaan was. Dat er geen moment is geweest waarin iemand zei, zo gaan we het doen. Maar we bleven gewoon met elkaar op die golf van energie. En dat resulteerde uiteindelijk in het creatieve concept wat er is gekomen. Kijk naar hoe dichtbij wij nu zijn. Dat is toch briljant? Ja, daar was hij dan, de eerste lockdown. Nog niet weten wat er allemaal zou komen. Maar we vonden wel, om het live gevoel te behouden, moeten we iets doen. Dus ik zei volmondig ja en ben aan de slag gegaan om een podiumbeeld, vooral technisch en ook creatief, in elkaar te zetten met de hele club. En ja, het allermooiste moment was toen de artiesten al die 50 enthousiaste mensen zagen op de iPads. Dat is een moment wat ik nooit meer zal vergeten. We wilden iets maken waar veel mensen zich door aangesproken voelden. Niet alleen om naar te luisteren, maar ook om te beleven. Samen met makers, muzikanten, artiesten en denkers met een verhaal. Door die verhalen wilden we inspireren, hoop geven, maar vooral raken. Hoe meet je het effect van een project zonder vooraf gestelde doelstelling? Het effect was grandioos. Dat voelden we daar ter plekke. Dat bleek uit de reacties van de bezoekers. Dat bleek uit de reacties van de mensen weken later. Zelfs nu nog spreken mensen ons en mij erop aan. Maar het bleek ook vooral door de reactie van de artiesten. Dames en heren, Céline Cairo. Ik had me eigenlijk helemaal op ingesteld van ik sta in een lege ruimte en daar ga ik gewoon mijn ding doen en dan is het klaar. En eigenlijk toen ik opliep en opeens al die gezichten zag, toen kwam ik pas binnen dat er echt mensen zitten die dus direct op mij reageren en klappen en geluiden maken. En ja, ik was een beetje overweldigd in het begin en ja, ik vond het heel, heel mooi om te doen. Echt super fijn. Je
zitten mensen op de plek waar je ze anders ook zou verwachten. Dus je kunt gewoon een soort van op je instinct omgaan met het publiek. Het voelt zoals wanneer er mensen om je heen staan. Het was een interactie. En dat vond ik zo mooi om te voelen, zeg maar, dat het geen eenrichtingsverkeer was. Dat vond ik heel erg mooi. Nou, dit is een soort van wederzijds ding, want dit is een ruimte om te raken. Je raakt me echt mooi. Ik neem die ook weer mee. Dankjewel. Mij raakt persoonlijk het meeste dat, dat iedereen zich inzet om dit te verwezenlijken. En allemaal met de juiste intentie. Er ontstaat zoveel toffe, blije energie. Dat is eigenlijk alleen maar gekomen door die vraag te stellen. Kunnen we in de leegte die nu ontstaat iets moois laten verschijnen? En soms komt iets voorbij waarvan je denkt, dit klopt. Dit is bizar en mooi. Pas eigenlijk op het moment dat je daar zelf staat en je ziet al die iPads en al die mensen, dan voel je hoe dichtbij we allemaal zijn. Van de regels naar de waarde. Zo, hij is ons met. En leuk dat jullie allemaal erbij zijn. Het is wel bijzonder, hoor. Of het goed komt, ik weet niet. Ik kan er niet bij met mijn hoofd. Maar uit de grond van mijn hart schieten bloemen omhoog. Maar er gebeuren ook gekke dingen. Word je misselijk al? We dachten, wat kunnen we doen? Kunnen we dichtbij komen? Nou, dat blijkt. Het is anders en toch ook weer in de basis. Dat mensen samenbrengen is weer helemaal hetzelfde. We are breaking through the barricade. Kan iemand even die iPads uitzetten? Ik voel me bekeken.